Ik heb er van een hotelletje voor. Dat is eigenlijk wel de eerste 4-5 jaar een soort mentor voor mij geweest. Ja. Die iedere dag toch om atelier kwam en zei, ja, wat is dit voor flauwekul, waar ben je mee bezig? Op een gegeven moment, mijn 46e, dacht ik, en nu ga ik het doen. Nu of nooit. En daar heb ik toen zijn statief mogen dragen, zeg maar. Ja. En de eerste ervaring in het werkveld mogen opdoen. Ja. Vertel het geheim. Nee, die staat er niet bij. Nee, het ontstaat. Ik dacht al dat je zoiets zou zeggen. Ja. Wat is eigenlijk de scheidslijn tussen fotograaf en kunstenaar? Nou... Ik hoor ze daar zelf ook altijd mee. Ik wil eigenlijk ook helemaal geen kunstenaar genoemd worden. Ik vind sowieso heel vaak dat het woord kunstenaar te beladen. Het is vaak dingen, het zijn dingen die je doet in je leven. Precies. Dat moet, als je dat niet doet, dan Het komt van binnenuit. Ja. Wat ik probeer is om een soort van... gevoel of een sentiment in beeld vast te leggen.